We zijn hier in Rosmalen bij de Hoef. En het is een project van Zandvoort. Links en rechts in de lange weg, dat zijn koopwoningen. En een stukje helemaal achteraan, dat zijn huurappartementen. De Jonkers Daktuinen heeft boven op de bovenste verdiepingen een extensieve begroeiing gemaakt met sedum. En op de parkeerdek zijn we nu een intensieve daktuin aan het maken. Dit wordt een gebruikersdak voor de bewoners die eromheen wonen. Met bomen en beplanting, alles zit eraan en erop. Het ontwerp bestaat uit korte stalen bakken, waterbuffering onder in de bakken, lava drain in de waterbuffering. Dan komt er 27 centimeter substraat in. De boombakken, daar komt 75 centimeter substraat in. En rond de bakken worden grindpaden gesitueerd van rode mijnsplit. In de bakken ligt een, ze noemen het een FKD60. Het is een bakje dat 6 centimeter water buffert. En zowel regenwater als het water wat van de druppelleiding afkomt, dat wordt dan behouden en wordt dan weer opgenomen door de beplanting. En als het dan een keer een drogere periode is, dan heeft het altijd een waterbuffer. Op dit project is Wediflex dakbedekking gebruikt. Het is een dakbedekking waar ze 10 jaar garantie op geven. Hele goede dakbedekking. De bewatering, dat doet de druppelslang, die komt er nog in te liggen. Dan wordt alles bewaterd door een computer en kleppen. En dan wordt alles automatisch geregeld. De looppaden zijn gemaakt van 40-60 tegels, antraciet. En die zijn op stelpootjes gesteld. En dit is, heeft met de regelgeving te maken dat het verschil tussen dek en de voordeur 15 centimeter is. En dat betekent dat het regenwater altijd weg kan lopen naar de afvoer. In de hoge bakken daar komen bomen in te staan, 3 soorten. En daar komt nog wat beplanting omheen. In de lage bakken wordt de beplanting toegepast. Het zijn heesters en vaste planten en grassen door elkaar in groepen. Verschillende kleuren, verschillende bloeitijden. En dan krijg je een heel mooi speels effect door. Bij de bomen komen grondspots. En voor de rest komen er nog wat verlichting zo rondom te staan. En we hebben ook zitmeubilair toegepast, dat de mensen ook kunnen zitten. Dit is een heel leuk project om te maken. Er zitten veel uitdagingen in. En vooral pas- en meetwerk. In principe is alles op maat besteld, maar in de praktijk blijkt dus dat dat bijna onmogelijk is. En dat is wel de uitdaging om alles dan goed in elkaar te krijgen, zo in elkaar te slepen en maken dat het toch allemaal weer gaat passen. En ja, de hoogtes is leuk. Ja, ik zeg altijd, het is, daktuin is Hoveniers 2.0.